Waar ben ik vandaag weer? Nou, ik ben bij garage van de Kochput, want mijn auto moet gemaakt worden. Dus ik mag meekijken hoe dat dan gaat, want ik weet niet hoe dat zoiets werkt. Maar we gaan eens meekijken binnen de zaak. Waar ben ik vandaag weer? Nou, ik ben bij garage van de Kochput, want mijn auto moet gemaakt worden. Dus ik mag meekijken, want ik weet niet hoe dat zoiets werkt. Maar we gaan eens meekijken binnen de zaak. Een lekkere verse. Nou, er komt ook een nieuwe oliefilter in. Die heeft helemaal net uitgehaald. En dan zuivert dat de olie met allerlei deeltjes, die vangt hij dan op. Ik denk dat het wel nodig was. Maar hij zegt niks. Dus 2,5 bar. Ja, dat mag je wel hebben. Nu een beetje olie bijvullen. Een lekkere versie. Maakt er verschil uit, Wim? Wat voor olie, wat voor motor? Ja, met je auto kan het een verschillende type olie zijn. Ze gaat dan opnieuw peilen. Ik zit hier naast de secretaresse. Ja, hallo. En mijn auto is hier weer opgelapt. Nou, blij dat het allemaal weer lukt. Dus, ja, zeker. Zeker. Volgende keer weer, zou ik zeggen. Volgende keer weer. Ja. En waar kunnen ze terecht? Je kan terecht bij het garagebedrijf van de Kochput. Aan de Vaatweg, achter de brandweer. Dus iedereen is welkom. Bij de brandweer. Dus het is echt heel simpel te vinden. En overal aangegeven. Hij staat er dan weg. Dus ik zou zeggen, kom hier naartoe. Gezellig. En ik ren er nog. Lekker bakje koffie. Tot volgende week. Doei.